Opnieuw afgereisd naar België samen met Bastiaan. Dit keer vonden we een verlaten huis vol met oude spullen. Zien wat wij allemaal aantreffen binnen? Bekijk de video na de intro. Goedemiddag en ja, welkom terug bij een nieuwe video van Kanaal VF Movies. Het is vandaag even wat anders. Ik kom gewoon bewust ineens een kanaal tegen wat ik eigenlijk altijd volg. Dat is Urbex Explore. Heel veel met... Dat is niet gebeurd. Hou erin. Dat is niet gebeurd. Nee, dat is niet gebeurd. Die moet je erin houden. Maar goed, we zijn bij een verlaten huisje. Ik heb deze locatie gekregen. Dit is niet in een locatie die ik zelf vond. We waren eigenlijk onderweg terug naar huis en we kwamen dit tegen. Helaas heb ik weinig informatie over deze woning kunnen vinden. Maar dat die al lang leeg staat, dat is zeker. Iets wat bij mijn binnenkomst gelijk opviel, was dat er een Ouija-bord op de tafel lag. Alles staat er letterlijk nog in. Ik zie ook wel, kijk, behangen, dat soort dingen, dat is op zich wel kapot. Maar verder, hier zijn nog heel veel dingen aanwezig. Wat gewoon, ja, wat je vroeger nodig had om te leven. De glazen, medicijnen, boekjes, wat. Autoboekje. De schoenen staan er dus nog. Ja, zelfs schoen staat, maar autoboekje. Nee, maar het is echt bizar wat hier staat. Iets wat ontzettend bizar was, was dat de woonkamer nog gewoon volledig intact was. Deze kamer ziet er nog gewoon immens goed uit op zich. Ja. Ondanks het behang, maar... Het is sowieso niet zo oud. Die is goed, nee, maar het kunnen ook mensen van de zaak zitten, dus wat helemaal niet hoort. Het is eigenlijk best wel een mooie schilderij zo. Maar niet van Nederland, denk ik. Nee, ik zeker niet. Dat was een oude zitdouche. Ja, moet ik kijken. Kijk, kijk. Ah, zo. Oké. Okay. Nee. Nog een hele ruimte. Met zo, je ziet. Ja, en de kelder. Ja, maar... Maar die is niet... Nou, er zit geen trap erin. Nee, de trap ligt beneden. Nadat we alles hadden gezien op de begaande grond, besloten we ervoor om naar de kamers boven te gaan. Ik had vroeger een stiefvader en die man die was 2,02 meter. En overal waar hij in huizen kwam, waar het klein was, zei hij van het is hier gemaakt voor kleine meisjes. Maar ik zit een keer op zijn niveau. Dit is echt een huis voor kleine meisjes. En dan heb ik het nog niet gehad over jou, want jij bent nog langer. Zo, mooi. Heb je duidelijkheid? Nee. Nergens op. Nergens op. Maar Dan hebben we feest gehad hier en daar. Dat is een oude kat. Nou ja. Oké, iets wat ik de laatste tijd steeds vaker tegenkom zijn ja, gewoon skeletten van beesten. Alleen deze liggen we op een hele rare plek. Ik vind deze echt creepy. Als laatste besloten we nog even een kijkje te nemen op de zolder. Kom maar. Ja. Ik hoorde net die gasten van Urbex Explore ook al zeggen van je kan hier boven eigenlijk gewoon niet lopen, het is gewoon gevaarlijk. Dat ga ik ook niet doen, maar als je de camera aan mij geeft kan ik wel laten staan, zien wat er staat. Zo. Niks. Oftewel, het is leeg. Na alles gezien te hebben besloten we ervoor om terug te gaan naar de begaande grond. Tadaa! Oké, ik denk dat we het hele gebouw nu uitgespit hebben. We zijn boven geweest, zolder hebben gehad, alle kamertjes boven. We hebben beneden heel de verdieping uitgekant. Er is eigenlijk gewoon heel weinig te zien. En heel veel tegelijk. Ja, er is heel veel te zien, maar eigenlijk ook weer heel weinig. En dat hebben we vaker bij dit soort locaties. Maar dit soort huizen, villa's, er zijn er gewoon ontzettend veel van. En eigenlijk maakt niet uit welke villa je binnenstapt. Het is altijd toch een beetje van hetzelfde geval. Maar goed, ik ga het hierbij afsluiten. Dus ik zou gewoon zeggen...
Je weet hoe het op YouTube werkt. Laat natuurlijk even een dikke duim achter. En abonneer als je gewoon automatisch op de hoogte wil gesteld worden. Elke woensdag om 4 uur dat ik een video... En nu verneuk ik heel mijn beeld. Je weet hoe het op YouTube werkt. Laat natuurlijk even een dikke duim achter. En abonneer gewoon voor meer. Want ik maak elke woensdag om 4 uur een video. En dan word je automatisch op de hoogte gesteld. Ik zou zeggen, tot dan. Of er iets mee kunnen, weet ik niet. Auw. Precies in mijn nek. Dat zal wel. Is op het beeld, joh.